In de jaren na de bevrijding is er bij Hoijmeijer hard gewerkt om de fabriek weer in bedrijf te krijgen. Tegelijkertijd wordt het publiek bewerkt met verschillende reclamevormen. En dat gaat goed. Want de inkomens groeien en de consument gaat weer geld uitgeven. Daarom moet ook de productie verder omhoog. Maar omdat er nog veel materialen schaars zijn, is er een vergunning nodig voor het laten bouwen van een nieuwe installatie. Het lukt Hoijmeijer echter na veel moeite een vergunning te krijgen voor het laten bouwen van een nieuwe installatie. Maar wel op de conditie dat het dient ter vervanging van de oude. Die moet dan worden afgebroken en opgeslagen. De vrijkomende ruimte krijgt een bestemming als magazijn. De plaatselijke aannemers P. Dubbeldam en G.S. Coat krijgen de opdracht om voor de nieuwe installatie fabriekspand 2 te bouwen. Maar ook aan bouwmaterialen was toen nog gebrek. Daarom worden er geen heipalen gebruikt. Om die reden steken Arie en Joost Hoijmeijer samen met de bouwers maar de eerste spaden in de grond. Dan is het toch een feestelijke mijlpaal. Betonteamleden zijn bezig met het maken van bekistingen voor de betonnen funderingsbalken. Ondertussen wordt ook de productielijn gebouwd. Die gaat een capaciteit krijgen van wel 50.000 beschuiten per uur. Een tot dan toe ongehoorde hoeveelheid. De betonmolen draait en stort het betonmengsel in een Japanner, de tweewielige transportwagen voor beton. Bij het legen van de Japanner heeft men er blijkbaar niet aan gedacht om een stortgoot te maken naar de balkbekisting. Dus alles wat ernaast komt moet alsnog met de hand worden overgeschept. Filmbeelden van de afbouw van de fabriek ontbreken, maar desondanks komt alles klaar en kan in 1949 fabriek 2 in gebruik worden genomen.